We zijn er. Ik moet het nu terug te zien. Ja, wel ik ook. Gaan we vertrekken? Ja. Heel leuk. Lijn participeert echt heel goed mee. Ze brengt veel ambiance in de groep en is eigenlijk zeer geliefd door de andere mensen die hier aanwezig zijn in de les. Ze brengt heel veel optimisme in de groep. Maar ja, ze is sowieso ook heel positief in de les zelf. En we moeten haar regelmatig eens eventjes aanmoedigen en zeggen goed Elijn, goed Elijn. En daar geniet ze dan met volle teugen van. Ja, en dat is, ze trekt ook soms de groep vooruit. Dus dat is heel leuk eigenlijk om met haar samen te werken in deze groep van bewegingsles. Thank you.
zee. Klik. Een rare foto. In een kringetje. Perfect. Anja, zo ziek. Ja, klasse. Kan je wat vertellen over uw werk? Nee, met bij Theater Tartaar. Ah. Ja, dat is leuk. En wat doe je daar? We doen daar bewegingen. Je wil een koffie zetten? Ja, oké. Wil je een koffie zetten? Hoe ben je bij het werk gekomen? Heb je dat zelf? Via een begeleidster van de dagbesteding. Want ik heb al zo'n paar voorstellingen van toneel gaan kijken. En dan leek je wel ja. Zelf te doen. Ja. Nu, je doet graag theater. Ja. Maar je kan ook theater doen bij een andere organisatie. Waar alle mensen aan deelnemen, ook mensen zonder een handicap. Ja. Waarom kies je om het samen alleen met mensen met een handicap te doen? Dat ik bang heb dat ik mij niet op mijn gemak ga voelen. Ja. En bij deze groep voel je je goed. Ja. Heb je al voor gehad dat je niet op je gemak voelde bij andere mensen? Ja. Vries, en wat gebeurt er dan als je niet op je gemak bent? Ja, hoi. Dat is moeilijk. Dan ben ik zo bang zo.